1 juli zijn we vertrokken. Ik was met 3 vrienden. We zijn begonnen in Oeganda. Daarna zijn we naar Rwanda gereisd en uiteindelijk naar Tanzania. En de laatste dagen zouden we doorbrengen op Zanzibar. Het toetje. Het toetje, ja inderdaad. Naar de stoffige binnenlanden, het prachtige tropische eiland. Ja. Maar dat was net iets te ver. Nou ja, het is nog steeds even ver. Alleen de veerboot die ons er naartoe zou brengen, die sloeg om. Dus uiteindelijk hebben we Zanzibar wel bereikt. Maar met een nat pak. En met een heel erge ervaring achter ons. Was het een onveilige boot? Had je dat gevoel al toen je erop stapte? Absoluut, absoluut. Er zijn 2 verschillende boten naar Zanzibar. Een snelle en een langzame. En wij denken, nou, die langzame boot die vaart gewoon minder snel. Dat vinden wij wel leuk. We gaan een aantal dagen naar Zanzibar, we hebben alle tijd. Dus het is eigenlijk wel leuk om op zo'n boot te gaan kijken. Maar het bleek niet alleen een langzame boot. Het bleek ook een heel erg lichte boot en een onveilige boot. En wat daar nog bij kwam, is dat die veel te zwaar was belast. Dus er zaten heel veel mensen op. Bijvoorbeeld ook alle gangpaden lagen vol met mensen. En er was ook heel erg veel vracht opgestapeld. Echt kasten en weet ik allemaal wat. Het waaide nogal hard? Het waaide heel hard. Dat merk je, want je voelde af en toe de golven er tegenaan staan. Ja, dat, ja. En op een gegeven moment kwam er één wel hele harde. Ja, er waren al 2 keer echt harde golven. Waarbij ook de lokale bevolking, er zat voornamelijk lokale bevolking op de boot, begon te schreeuwen. En toen dacht ik al van, nou, dit is niet helemaal goed. Als mensen die hier dagelijks op zitten, of wekelijks, of maandelijks, als die zich al niet meer veilig voelen, dan gaat het misschien wel echt mis. Alleen ik heb eigenlijk tot het laatste moment gedacht van, het komt wel goed. Want ze doen dit hier iedere dag. En het zou misschien wel vaker wat wiebelen. Maar uiteindelijk zullen we er heus wel heel hard komen. Maar uiteindelijk kwam er een 3e heel harde golf en toen sloegen we echt om. Toen was het mis. Toen was het mis. Toen hebben veel mensen nog geprobeerd om zoveel mogelijk naar rechts te gaan hangen, om proberen terug te kantelen en om erin te klimmen, om te zorgen dat er tegengewicht kwam. Maar toen ik naar beneden keek, toen zag ik dat er water in de boot stroomde. En dat was wel een moment waarop ik realiseerde van, nou is het echt mis. En nu wordt het vechten voor mijn leven. Dat wist je eigenlijk meteen? Dat wist ik eigenlijk al meteen. Ja, dat realiseer je wel. Als je op een veerboot zit die gaat zinken. Toen had ik wel door van, nou, dit is wel het moment in mijn leven dat erop of eronder wordt. En dit zou verkeerd kunnen aflopen. Daar heb ik eigenlijk op dat moment niet echt over nagedacht. Maar je hebt wel meteen al je zintuigen en alles wat je hebt in je lichaam gaat wel echt in de opperste staat van paraatheid. Van oké, nou moeten we er echt voor gaan. En wat deed je dus? Ik deed eigenlijk het tegenovergestelde van wat veel van de mensen deden, die ook op de boot zaten. Zij proberen allemaal zo lang mogelijk droog te blijven. En vanuit hun optiek is dat ook wel te begrijpen, want veel van de lokale mensen daar kunnen niet zwemmen. Dus die hadden eigenlijk geen andere keus. Ik zat links op de boot. Waar ik zat waren geen ramen. En ik dacht, als ik niet zorg dat ik hier op tijd weg ben, krijg ik al die mensen die nu nog omhoog aan het klimmen zijn, dadelijk op me als het water in de boot komt. Dus ik ben vrij snel gedoken. En heb ik geprobeerd een uitweg te zoeken vanaf de boot die heel snel aan het zinken was. Maar dat bleek vrij ingewikkeld. Omdat er gewoon geen ramen bij in de buurt waren. En pas op het moment toen die echt helemaal kapseisde en op zijn kop kwam te liggen. Toen zag ik lichtblauwe water. Daar ben ik naartoe gezwommen en vanaf daar kon ik uit de boot en richting een oppervlakte zwemmen. Het was natuurlijk een enorme chaos. Eerst heb ik nog even geprobeerd om op een baal vast te klampen. Maar dat waren 10 Afrikanen ook aan het doen. En ik had er heel snel door dat dat gewoon niet ging. Dat ging ons niet redden. Toen heb ik nog even rondgekeken en toen zag ik daar de boot inderdaad die helemaal op zijn kop lag. Daar ben ik naartoe gezwommen. Het was heel erg lastig om daar op te klimmen. En uiteindelijk heeft een van de Afrikanen mijn arm toegestoken en die heeft mij er eigenlijk opgetrokken. En toen zat ik droog. Ja. Er waren 4 reddingssloepen. Die waren uitgegaan toen de boot kapseisde. En die zaten nog allemaal vast met een touw aan de boot.
En de Afrikanen die ook boven op de boot zaten, met een man of 15 denk ik in totaal, die hadden wel door dat die boot mogelijk nog verder ging zinken en dat we daar dan ook niet meer veilig zouden zitten. Dus het is hun geluk toen, denk ik na een kwartier, 20 minuten, om een van de reddingssloepen met de touwen naar ons toe te trekken. En toen is het ons gelukt. We zijn met 10 mensen zijn we toen in die reddingsboot gesprongen. Er waren er al 4. Toen hebben we de touwen doorgesneden en toen zijn we op de oceaan weggedreven. Totdat er iemand je kwam redden? Ja, dat was denk ik 2 uur later. We zijn de laatste reddingsboot die gered is. We zaten er met z'n 14 op. Een Duitser van mijn leeftijd, ikzelf en 12 lokale mensen. En dat waren allemaal mannen in de leeftijdscategorie, denk ik, 18 tot en met 30. Dus toen had ik wel het idee van, nou, dit is echt een gigantische ramp wat er gebeurd is. En dit is survival of the fittest. En er waren veel vrouwen aan boord, er waren veel kinderen aan boord. En als die allemaal niet op zo'n reddingssloep zaten, dan kon ik eigenlijk al wel raden wat ermee gebeurd was. En jouw vrienden, waar waren die toen? Wist je dat? Nee. Nee, ik draag lenzen. Ik heb -6 en -5. Dus ik zie niet zo heel erg veel. En meteen toen de boot kapseisde en ik in het water kwam en ging zwemmen, ben ik mijn lenzen kwijtgeraakt. Dus ik zag ontzettend vaag. En op het moment, die 2 uur dat ik rond, of dat we eigenlijk op dat reddingsvlot zaten, op dat moment ging ik er eigenlijk echt van uit dat mijn vrienden niet hadden gered. Pas toen de echte reddingsboot kwam, toen zag ik ze weer. Daar zaten ze op. En dat was natuurlijk wel een heel groot moment van opluchting. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, en nou zit je weer hier. Maar dat had dus ook niet gekund. Ja, dat had ook niet gekund. Maar dat probeer ik, daar probeer ik eigenlijk zo min mogelijk aan te denken. Lukt dat? Dat lukt vrij aardig. Het gaat eigenlijk heel goed. Het enige wat soms wel lastig is, als ik me realiseer dat echt meer dan de helft van de mensen het niet gehaald heeft. En nou, er waren natuurlijk dingen die fout hadden kunnen gaan. Ik had niet uit de boot kunnen komen. Die Afrikaan had ook niet zijn arm uit kunnen steken en mij op die boot kunnen trekken. Ik had ook kunnen besluiten om op de boot te blijven zitten en niet mee te gaan in het reddingsvlot. Dus dat zijn wel moment waarop ik denk van, nou, dit is vanaf het moment dat de boot omging, is eigenlijk alles wel goed gegaan. Maar verder gaat het eigenlijk wel goed. Nog ooit naar Zanzibar? Ik denk het niet. Het is een prachtig eiland. Maar ik denk dat het voor mij toch vooral een eiland zou blijven waar ik niet zo goed herinneringen aan heb. Want ja, dat is die herinnering die zal blijven. Die herinnering zal blijven. En dat is denk ik ook helemaal niet verkeerd. Maar ik wil natuurlijk ook wel gewoon verder met mijn leven. En het had verkeerd kunnen gaan. Ik denk dat er 2 belangrijke redenen zijn dat wij het met onze vriendengroep allemaal gehaald hebben. Enerzijds omdat we gewoon goed kunnen zwemmen. En anderzijds omdat we allemaal in de kracht van ons leven zitten. Allemaal 20-somethings. Dus we zijn relatief sterk. En dat heeft denk ik ons wel ons leven gered. En ja, met die waarheid zou je dat moeten doen. En godzijdank leven we nog. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En ik heb een prachtig leven. En dat wil ik graag voortzetten. En ik zou ongetwijfeld nog heel vaak terugdenken aan wat er op Zanzibar gebeurd is. Maar ik hoop en ik ga er wel vanuit dat niet mijn toekomst zo in de weg zou staan. Dankjewel.